Dan ga ik rode kaarten uitdelen. Nee, maar kijk, de rode kaart heeft Jack. Die mag je dus één keer gebruiken als wij te bot, te onaardig, te whatever zijn. Eén keer zou je mogen gebruiken, dan hoef je dus geen antwoord te geven. Maar dan gaat Jack ook beginnen. Oké, komt-ie. Mijn RB13, als die in goede staat is, kan ik nog steeds met mijn kont racen? Nee. Formule 1 en ik zijn als yin en yang. Wij passen bij elkaar. Bij ons in de buurt yin en yang, ja, of is wat nee. Anders. Dat is wat anders. Beetje, als je badgas bent, kan je daar naartoe en als je wat plezier wil beleven. Nee, je mag meer antwoorden dan alleen ja. Oké. Yin en yang is normaal in balans. Ja, maar daar ben je ook heerlijk in balans. Ik doe hem nog even over. Ja. Formule 1 en ik, wij gaan best goed samen. Oh, ja. Ja. Let op, dit is wel heel belangrijk, hè? Dan moet je kiezen. Ik heb meer racegenen van mijn moeder gekregen dan van mijn vader. Dat weet ik niet. Ja, ik moet met nee, mezelf Max. Ontleden. Ja, ik ben... Of nee, Max. Te strenger worden. Nee. Oké. Okay. Nee. Ik had dit jaar zeker nog twee wedstrijden kunnen winnen, namelijk Baku en Canada. Nee. Oké. Okay. Gedoe met Carlos Sainz bij Toro Rosso ging in mijn kop zitten. Nee. Ik weet meer over 2019 dan ik kan of mag zeggen. Nee. Helmut Marko is nou toch eigenlijk wel een klein beetje mijn tweede vader. Ja. Formule 1 is top, maar ik weet nu ook weer hoe belangrijk het is met vrienden om mij heen. Nou, dat wist ik al lang. Dus... Ja, dus. Nee. Ja. Ja, nee, want dat wist ik al. Nee. Nee, dus. Oké. Ja. Ja. Zeven keer DNF in één seizoen maakt mij alleen maar sterker. Nee. Deze moet makkelijk zijn. Raymond Vermeulen is een echte pikkel. Ja. Op een hele goede manier natuurlijk. Ja. Twee keer winnen in seizoen is veel te weinig. Absoluut, ja. Nergens ter wereld eet ik zo lekker als bij mijn moeder. Ja. Na Spa was ik er helemaal klaar mee. Ik wilde zelfs stoppen. Nee, dat zou wel heel extreem zijn. Red Bull Racing zal zijn beste winter ooit moeten draaien. Als ze willen winnen wel, ja. Red Bull Racing zal zijn beste winter ooit moeten draaien. Ja. Oké. Ik heb alle vertrouwen in de motoren van volgend jaar. Je hebt hem, hè? Je hebt hem, hè? Je mag hem gebruiken. Ja, kan dat? Ja. Nee, je moet altijd positief blijven, dus ja. In Monza was ik met Massa misschien net iets te gretig. Uitkomen eerste chicane. Nee, want ik vond dat ik zelf helemaal niet gretig was. Als ik heel gretig was geweest, had ik hem gewoon ervoor geremd en hem aan de kant geduwd. Dus wordt een hele... Ik was eigenlijk te voorzichtig. Het wordt een hele lange ja nee dit. Nee, dit is gewoon... Nee. Ik was veel te voorzichtig de volgende keer, maar hij is nu natuurlijk met pensioen. Had ik het natuurlijk heel anders gedaan. Juist, precies. Komt-ie, volgende. Ik ben gek op mijn zus en ik vind het super gaaf om er heel dichtbij te hebben. Ja. Ik vecht op de baan liever met Lewis dan met Vettel. Ja, maakt mij niet uit. Dus niet dat je zei ja, hè? Ja, maakt mij niet uit. Ja, maakt mij niet uit, ja. Je vecht dus of liever met Lewis. Maakt mij ja. Nee. Ja. Oké, de laatste. Ik, Max Verstappen, word meervoudig wereldkampioen Formule 1. Weet ik veel. Hey, misschien moet ik een kristallen bol zo voor mijn bakkers hebben, maar ik weet het niet. Nee, ja, weet ik veel. Nou, nog één. Wat doen we dan? Nee. Nou, geintje dan af. Ja, nee. Komt ie aan. Deze is ook lekker makkelijk weer. We hebben het weer goed gedaan. Okay. Liever 12 podiums dan geen overwinning. Liever 12 podiums dan geen overwinning. Nee, liever 12 podiums dan een overwinning, bedoel je? Ja. Liever 12 podiums dan een overwinning. Nee, ja, gewoon een overwinning. Absoluut. Ja. Wil je nog ergens op terugkomen? Wil je toch iets toevoegen? Dat we beter in vragen moeten stellen of dat we... Wat je ons hoger ingeschat? Nee. Nee, ja, nee. Dat is nog de beste, ja,
Hij schrok er zelf.